Meike van Wijk met Meikesmiddag Live. Welkom op Radio 6. NTR Radio 6. Soul and Jazz. Meikesmiddag Live van vrijdag 18 mei kwam voor een keertje vanuit de prachtige club Bitterzoet. Hartje Amsterdam. En wie traden daar allemaal op? De geweldige zangeres, Nederlandse jazzzangeres Lils McIntosh zit 40 jaar in het vak. En dat wordt gevierd met een heleboel optredens en een nieuwe plaat. Very, very, very wise was he. And then one day, that magic day he passed my way. And while we thought of many things, pulling things, this he said to me. Babe, you're the greatest love I've ever known. Lils, 40 years on stage. Ja. De eerste keer was dus 40 jaar geleden. Kan je dat nog herinneren, je allereerste optreden? Ja, ja, het was in het De Smet Theater hier op de Plantage Middelaan. En ik was een beetje aan het keten en Jack Monkow kwam voorbij en die zei, kun jij dan niet een beetje zingen en dansen? En toen dacht ik, oh god, iemand gaat me ontvoeren of zo. Maar nee, ik moest auditie doen voor Hair. Nou, de musical? De musical Hair, in 1972 was dat. En ik heb auditie gedaan en het podium opgegaan en er eigenlijk nooit meer afgekomen. Terwijl ik in de examentijd van kleuterleidster was. Dus het was een hele andere stap. Maar ik ben nog steeds blij dat ik die stap gemaakt heb. Pianist Rembrandt Frerichs, net terug uit Algerije, is hier met zijn trio. Rembrandt is echt vrij productief. 6 platen heeft hij gemaakt in 5 jaar. En de nieuwste plaat, Continental, is net uit. En hij speelt daar vandaag stukken van met zijn trio. Als groep een ontwikkeling doorgemaakt dat we inderdaad ons bewust werden van, nou, we hebben jarenlang, meer dan 10 jaar, veel Amerikaanse jazz gespeeld. En we merkten op de concerten wel dat als we, ja, meer gingen zoeken naar wat in onszelf ligt, maar qua culturele achtergrond, we zijn natuurlijk wel 3 Europese jongens, we zijn natuurlijk geen Amerikanen, dat we merkten dat dat ons uiteindelijk eigenlijk veel meer voldoening gaf. Dus, maar ja, je blijft wel houden dat we natuurlijk wel die Amerikaanse achtergrond muzikaal hebben. Dus wat we nu doen is heel erg, denk ik, Europese muziek. Met een hoop klassieke muziek hoor je erin. Misschien Ravel, Debussy, ik luister heel veel Bach en ook de voorbeelden die hij net zelf heeft. Maar je hoort wel dat ze natuurlijk wel, ja, soort van getraind zijn in de jazz. Dus vandaar ook de titel Continental. Continental is ook een woord wat wij zelf eigenlijk niet zoveel gebruiken. In Nederland helemaal niet, maar Continental is echt iets wat Amerikanen en Engelsen zeggen over Europa. Dus vandaar dat vonden we een leuke metafoor voor onze eigen artistieke koers. Jammen is iets wat in de jazz natuurlijk ontzettend veel gebeurt. Oftewel muzikanten die gewoon met elkaar op het podium gaan staan, elkaar vaak
nog niet eens hebben ontmoet ooit. En dan op dat moment ter plekke muziek gaan verzinnen, zeg maar. Muziek die op dat moment ontstaat. Gent de la Crème is een festival dat al een aantal jaar wordt gehouden in Den Haag. En nu is dat uitgebreid. Een soort van Gent de la Crème collectief van allerlei muzikanten. Onder andere muzikanten die bij Anouk spelen, die bij Kiteman spelen, die in de Kernkoppen zitten, et cetera, et cetera, et cetera. Nou, vanavond staat zo'n Gent de la Crème collectiefje ook bij ons op het podium. Laat varen die stress. Ik ja, vind de rust hier op Radio 6. Ja, ik heb bij de spits af. Ik zeg welkom hier op Maaike's middag. Hey, wie luistert die ziet niet wat ik zie. Hey, die ziet niet wat ik zie. Ik vrie. Hey, wie luistert die mist wat ik zie. Kijk hier, iedereen op stitch. We blijven hier, makkelijke stad. Hou het hier toegankelijke stad. Je weet het dat ik hier wandel op mijn pad. Het is de tot de hebbes is de tot de hebbes is de tot de hebbes doet die vlog. Makkelijk voor jullie, het is niet al genebbes. Het is de jam, de la crème. Gooi die handen in de lucht. Het is die jam, de la crème. Gooi die handen in de lucht. Het is die jam. Handen in de lucht, het is die jam. Ik zeg die handen in de lucht, maar daar merken we niks van. Als je thuis zit, je weet hoe ik hier in mijn zone zit. Op de microfoon spit, is de kernkoppie, je weet. We spelen wel echt met goede gasten, dus als iemand, als de spanningsboog iets minder is, dan pikt iemand anders het wel weer op en dan ontstaat er wel weer wat. Ik zou niet zeggen dat het ooit echt mis is gegaan, dat mensen huilend naar huis gingen. Maar het zou kunnen, want ik bedoel, iedereen komt ergens anders vandaan. Vaak hebben we elkaar nog, ken je elkaar niet eens, dat het gewoon niet klikt. Ja, dat kan. Ja, maar Gent de la Crème is gewoon vet. Ja. Nee, maar ik moet eerlijk zeggen, elke keer dat ik erbij was, was het gewoon eigenlijk fantastisch. En dan zijn er echt wel af en toe ja, mindere momenten, inderdaad, zoals je zegt. Maar er zijn er ook weer zoveel magische momenten en dat haal je toch wel uit zo'n jam-sessie ook. Daar gaat het om die paar momenten dat er iets ontstaat wat er niet zou kunnen ontstaan als je het zou schrijven.